Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan Oftewel de Rotjoch en welkom weer terug bij een nieuwe ARK Survival Evolved video. Op deze video, en we gaan er gewoon keihard weer tegenaan. Ik ben hier samen met Timo, hallo Timo. Hallo. Timo. Het is tijd, we gaan een keer iets vets doen, iets leuks vangen. Iets leukers als iets kleins, we hebben altijd een kleine beest. Wat gaan we vangen, Timo? Nou, we hebben het beest helemaal geprepared. Beest is groter, we zijn er klaar voor. Laten we maar een groot beest gaan vangen. Vraag was Spinal of Rex. Mm-hmm. Nou, we hebben hulp gekregen met de kibbel. En de kibbel is dan toevallig voor de Spino. Dus we gaan de Spino vangen. We gaan de Spino vangen. Vorige keer lekker geantwoord, jongens. We gaan voor de Spino's. En we zijn niet alleen. Dan zeg ik nog een keer. We zijn niet alleen. We hebben namelijk hulp van een paar tribes gekregen. En dat zijn deze gasten hierboven. Hallo. Yo. Yo. Oké, jongens. Leuk dat jullie willen meedoen en willen helpen vandaag. Dat vind ik heel erg aardig. Oké. we gaan op zoek naar een Spino, jongens. Dus we moeten een Spino zien te vinden. Oké. Zijn niet heel spraakzaam. Nee. In ieder geval minimaal level 100, jongens. Ik zou zeggen, spread out. We gaan ze lekker zoeken. Oké. Ja, oké. Het zijn niet de meest spraak... Hoe sprint je ook weer? Wat doe je? Hoe sprint je ook weer? Oh, shift. Shift, ja. Oké, hoe denk ik weer een rondje? Rechter muisknop of zo? C. Oh, what the fuck? C. Wow! Ik heb gehoord van de allies die ons heeft geholpen met de kibbel. Ja. Dat de Spino's rond hun base heel vaak zitten. Oké, dus, nou. Dus jij gaat nu geloof ik de goede kant op. Kom je daar over hun base heen? Oh, is het diegene die ledge zitten daar, hoor? Ja, we zitten daar links. Ja, ik weet waar we zitten. Nou goed, in ieder geval gaan we op zoek naar Spino. Een Spino is die met een gigantische kam op de rug. Want die wilden wij graag hebben, we wilden een groter beest hebben, dus een T-Rex of een Spino. En reacties werden vaak gezegd Spino. Dan kregen we hulp van een paar hele aardige, van een nieuwe tribe alliance. En ja, die komen dus helpen. Dus we zijn nu met z'n allen op zoek naar een Spino. En ja, die gasten net zijn echt, hoeveel zijn we nu? 7 op zoek naar een Spino. Dus dat is super handig. Ja, zoiets. Zijn er niet zo spraakzaam, we wilden de chat in de gaten houden. Van, hey, ik heb een reetje. Weet je wel? Ja, precies. Nou, goed. In ieder geval, vorige keer ook gezegd, we zullen misschien gaan raiden, maar volgens mij is die game met Tim vergeven door de server? Niemand heeft... Geen idee, hij zit de hele tijd rare shit te roepen in de chat, daar weet ik het allemaal. Ja, dus deze server is... Iedereen is best wel chill met elkaar, weet je. Niemand raidt is offline, dat wordt gewoon echt niet geaccepteerd. Dan word je echt gewoon afgemaakt als je dat doet, dus... ja, dan word je heel erg bezig geraid en iedereen is vet relaxed met elkaar. En hij zit een beetje... Onrust te veroorzaken, gewoon door steeds te zeggen, ja, ik ga mensen offline raiden en fuck, het begint te regenen. En waarom moeten we altijd... Okay. Het was weer nacht, hè? Het is altijd, waarom is het altijd nacht als wij iets gaan doen? Altijd. Weet je, doen we op de voorbereiding om te gaan opnemen, allemaal op de dag is, en dan gaan we beginnen, is dan weer nacht, weet je wel? Dan moeten we weer een kwartier wachten voordat die opname kan beginnen. En daar hou ik gewoon geen zin in! Maar ondertussen, ik heb nog steeds geen Spino gevonden. Normaal zie je dat lopen, weet je wel, en denk je, ah, Spino! En nu? Zoek je dat beest, dan is hij er niet. Verdomme. Maar die... Oh ja, wat ik wil zeggen, want we kunnen hem nog niet meenemen. Als het goed is, die kwatsel kan een Spino tillen? Nee, die kan het niet tillen. Oh, dan wordt dus een heel stuk teruglopen. Yes. Diepe zucht. Maar in ieder geval mensen, ik moet zeggen, ik krijg heel steeds meer support op ARK. Want natuurlijk ook ARK op DDG binnenkort. Dan ga ik de serie ook weer opnieuw doen en zo. Dus dat is hartstikke tof allemaal. En ik krijg heel veel likes op deze video. Dus inderdaad, wel lekker een blauw duimpje omhoog. Nog steeds, nu meteen gewoon... Pas boom, duimpje, klik omhoog. Want ja, de ARK-serie gaat hartstikke lekker. Wordt veel bekeken door jullie. Ik ben er echt heel blij mee. Ik krijg een hele positieve reactie op de serie. Oh, mijn telefoon is moe. Ik dacht al, what the fuck, ouwe. Het draait zich lekker om. Heel veel leuke reacties op de serie. En heel veel positieve reacties. Dat doet me hartstikke goed allemaal. Dat is inderdaad super tof. Blijf er vooral mee doorgaan. Is er nog iemand in de chat? Nee. Nee, hier zie je, gaat hij weer. Iedereen. Ja, jij hij is al de hele tijd bezig. Die Tim hij heeft echt... net gezegd, ik ben enemy met iedereen. Dat zei hij net letterlijk in de chat. Doe niet zo vervelend. Nou, gewoon die Tim. Ja, die Tim zie je. Hij is niet vergeven, want hij is het gewoon vervelend te doen tegen iedereen. Dat is niet zo slim, Tim. In deze tijden met allemaal dinosaurussen en zo. Nou, en. Boop. Boop. Oké, nou goed. We gaan in ieder geval zoeken nog steeds die Spino. En ja, ik kan hem gewoon niet vinden, jongens. Ik kan geen Spino vinden. In ieder geval, we zien jullie dan wel als we de Spino gevonden hebben. Oh, ik zie wel een T-Rex, maar geen Spino. Oh man, die is cool. Nou, ik zie jullie zo meteen weer. Alright. Hallo. Hoi. Jullie mogen hem hebben. Oh god, daarbij. Hoi. Hoi, we gaan hem zoeken. Oké.
Ze praten nu eens. Hallo. Hoi jongens, we gaan die Spino vangen. Dus waar is je Spino, Timo? Deze kant op. Volg ons, boys. Claim. Opbokken. Goed is, heeft Vortex hem net op het land gelokt. Ah, oké. Okay. Zou hij tegenover moeten zijn. Nou goed, hij heeft het gevonden. Net kwamen we een paar andere tribe gasten tegen. Op bokken zegt hij, want hij wil die rode beam hebben. Dat komen wij niet eens voor die beam. Wij willen gewoon alleen maar... Die... Ik zie hem daar vliegen. Ja, hier zit hij, ja. Ah, oké. Yo. Ik heb hem al netjes neergezet. Hallo, Vortex. Oh, dit is de enige die niet kan praten, hè? Ja. Nou, hij is de enige die niet typt. Die niet praat, maar typt. Dus wat is het beste, afstappen? Ja, dat denk ik wel. Oké, hij is de aggro kwijt, jongens. Oké, we zijn er dus nu. Wat is de tactiek? Wat is de beste tactiek voor Tex? Ik heb geen idee. Ik denk dat we hier aan het beste kunnen staan. Gaan vanaf hier schiet op hem? Of moet hij Argenta of die dingen kopen? Op zijn koppie. Ja, maar ik ben bang dat ik als ik dat doe, dat ik het afflikker. Jij niet? Nee, als je gewoon echt hier zo op de rand blijft staan, niet. Oké, ik ben echt bang, ouwe. Ik weet hoe, je weet hoeveel drive ik af en toe kan zijn, toch? Ja, kunnen we. Ik zie hem niet. Kunnen we. Ik zie hem niet. Hi. Hi. Hij is hier naartoe. Oh, ik dacht al, ik zie hem helemaal niet, ouwe. Maar hij is hier zo. Oh man. Zullen we maar beginnen dan? Ja. Oké, hij houdt hem bezig. Jij houdt hem bezig, jongen. Wij schieten in zijn koppie. Als hij niet zo helemaal lijp doet. Oké, Timo. Ja, kunnen we? Ja, schiet gewoon. Raakt hij hem nou niet? Als het goed is wel. Oh, hij taunt hem! Lekker hoor, Vortex. Ja hoor. Ik raak hem in zijn staart. Ik kan hem wel in zijn hoofd. Ik kan hem in zijn staart, want ik kan hem niet zo goed zien. Dus het ik zit hem ook gewoon op zijn middel als ik zijn hoofd niet zie. Ja, echt... Oké, okay, hij is echt op mij groot. Ik kan hem echt recht op zijn hoofd maken zo. Ik ook nu. Oké, we gaan onze beurt. Jij eerst, doe maar. Tik. Dit ding heeft kapot van AP, dus nu maakt het niet zo uit. 3, 4, 5. Je moet nog 5 seconden wachten, geloof ik, want dan is die trank werken dan beter. Maakt geen ruk uit. Kie, je schiet gewoon zijn ass gewoon kapot. Woehoe! Hoppa! Easy. Wat we nu gedaan hebben, die gast die taunten hem dus. Die Vortex. Dus Vortex, dat is een thanks Vortex trouwens, als je wil helpen, ouwe. Typt denk ik geen probleem. Of zoiets, want hij typt, hij kan niet praten. Maar hij helpt wel, dat is super chill. Oh! We hebben hem bijna. Hij wordt het gek! Hoppa! Kijk, dat doet hij dat. Hij taunt hem weer, heel slim. Kijk, dat is ergens goed bezig, jongen, die Vortex. Oh! Ik precies hoe dit gaat. He's on a rampage! Oké, mooi. En dan zit hij weer daar stil, dat is ook goed. Ligt hij nou nokje daar? Nee, toch? Nee. Oké. Ach, hij heeft zo'n zij liggen natuurlijk, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Kom op, ga liggen jij, fucking Spino! We got your ass! Hop, je hebt wel de Narcos bij, toch? Ja! Nee? Oké, chill. Ligt hij daar? Ja, hou hem gestarved. Ga ik nu meteen de Narcos ophalen. Het is niet bij je. Nee. Maar en, gelukkig is het denk ik toch kapot. Ondertussen is het weer donker aan het worden. Oh nee, het begint licht te worden juist. Holy ja, fuck. Oké, okay, hij is de Narcos halen. Als ik meteen een vraag aan Vortex wat de beste approach is. Of we moeten starven en dan kibbel geven, of... Ik weet niet precies Vortex, hoe dat wat is. Vortex, wat is het beste te doen? Eerst laten starven of zoiets, hoor ik. En dan misschien geven, de kibbel, of wat? Ah, typ natuurlijk. Oké, okay, wat gaat hij dus doen? Hallo, Vortex, wat is de beste? Wil je zo perfect thee mogelijk? Nou ja... Zo snel mogelijk. Ja, zo snel mogelijk zou ik fijn vinden, ja. Had een aapje op zijn rug. Oh, wat leuk! Ik wil ook een aapje op mijn rug. Ik wil ook een aap. Timo, vond ik je gewoon een aap vangen. Ik heb besloten. Een echte aap of een aapje? Aapje. Ik wil een aapje op mijn rug. Ik wil een aapje. Een klein aapje. Had je trouwens al gezien, maar een aapje gekregen. Oh, cool. Ja, die wil ik. Dat had je de, als het goed is, vorige aflevering had je het nog gezien. Oh ja. Oké, dan zou ik hem laten uithongeren. Oké, hij gaat eerst uithongeren. En dan moet je hem kibbel geven. Ah, oké. Oh, ik heb u. Ja, Robert. Waar is Robert? Oh, hij heeft natuurlijk in de normale chat nu ook. Oké, ja. Oké, chill. Dan hebben we dus... Oké, dan gaan we hem vangen. Jij bent bezig met de waited? Met de kibbel halen? Ja, ik ben nu weer op de terug. En de kibbel halen ja, en zo? Als de kibbel kan werken, dan kan ik ze vergeten.
Maar ik ben er alweer bijna. Hoppakee. Ja, we hebben in ieder geval dus dit. Dat is toch chill. Dus de Dodo Army is heel chill. En Poepoe heet ze? Poedoe, ja. Poedoe. Poedoe is ook een hele grote beest. Dat zijn die gasten hier, volgens mij is dat Poedoe, toch? Hé, hey, Timo? Ja, hier zo tegenover, ja. Die dudes, Poedoe. Dat is allemaal wel chill. Kill, wie ligt die poepie daar nou? Papa, mijn poepie is groter. Nou, jij gaat een lekker narcotics geven. Ja, zodra hij een keertje onder de helft zit. Het is een heel lang proces. Ik denk dat dat weer knippen wordt voor jou. Oh man, dan gaan we lekker editen. Lekker editen. Nou, hopelijk ga ik niet vergeten te knippen. Want anders zijn we nu bezig met de Spino-themen. Het ging best wel makkelijk, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Ja, dat was chill gewoon... omdat we hem hier zo tegenaan kregen. Dat ja. Was ontzettend chill. Oh man, hij is echt groot, jongen. Holy moly. Oh. Holy meukenoli. Nou, in ieder geval, jongens, dan wil ik even jullie ook even achterlaten meteen wat voor volgende dieren we moeten vangen. Want nu hebben we Spino, we kunnen van alles nog vangen. Misschien zo'n waterbeest, weet je wel. Wat zegt hij? Wat? Oké. Misschien zo'n waterbeest. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Doe even lekker nog steeds een duimpje omhoog. En we gaan weer knippen en plakken tot we de Spino hebben. Want ja, ik denk dat dit wel een uurtje gaat duren. Oké, ik ben hier met Party Pooper. Party Pooper is van Poedoe. En Poedoe, hij gaat nu laten zien aan ons, dus ik volg hem even. Hij zei, kom even mee, dus ik volg je. Jo. Nou, Poedoe ja, is hij ligt in een zwarte beest, als het goed is. Hij is een hele grote clan is dit eigenlijk, of tribe heet het. Holy shit, die T-Rex is groot. Ik zit klem. Fijn. Ah. Jezus, wat groot hier, ouwe. Holy damn. Ja. Ik ben ook al begonnen met... Hier zo, 's ochtends ben ik begonnen met kleine Rex, van level 250 al. Holy en shit! Een kleine Spino. Vet man! Het is echt vet, het is de eerste keer dat ik zie van die baby T-Rexen zie ik hier. En die kleine Argentavis, als het goed is ligt die hier binnen. Oké. Okay. Staat. We krijgen namelijk van de Argentavis krijgen we deze een... Deze wordt van jullie. Oh, wat leuk! Nou, we krijgen dus een Argentavis van deze jongen. 217. Oeh, holy shit, ouwe. Vet, man. Echt super vet, ouwe. Nu krijgen ze inderdaad van deze jongens, krijgen wij dus dit. Hij is wel voor jullie, hoor. Ja, yeah, ik vind hem echt cool. Ik vind het echt chill, man. Mooie beest heb je, ouwe. Holy fuck, al die dieren, al die aapjes ja, ook. Ja, nou, het loopt nog verder door, hoor. Oh, ze zijn verder gegaan met de Quetzal Eggs. Kijk, hier kom gaat hij ook nog naar boven. Wow, wat houdt dit allemaal in, dan? Turret. Ja, allemaal vaults met allemaal loot. En ja... God, deze gasten hebben een... Hier ligt heel veel van ons loot opgeslagen. Holy shit, echt een zieke beest hebben deze en gasten. En hier maken we de kibbel in deze koekers. We hebben er meerdere. Dit is niet vet, de enigste. En dat gaat ook 10 keer zo snel. Er zit in top 5 ja, van... Hier zijn ook alle recepten als je goed kijkt voor welke hier. Dino wat is. Ja, ik weet nog helemaal niks van alles natuurlijk. Dus dat is wel grappig. Wauw, man. Ja, inderdaad. Ik vergis me soms ook nog wel wat ik wanneer nodig heb. En dit schema, vertelt wel makkelijk wat ik wanneer moet gebruiken. Oh, dit is een soort van... Oh, wacht. Die eieren moet je hierin koken of ze uit laten komen? Ja. Dat wist ik niet. Zelfs dat ja, wist nee, ik niet, man. Hier moet je ze in koken. Ja, kijk. Als je erin kijkt, op F kan dat heel snel. Dan zie je Cook Me Jerky. Dat is... Vaak wat je moet gebruiken. Fiber moet altijd voor kibbel. Mm-hmm. Major berries en de egg. Ah. Dus wij hebben zeg maar met een waterleiding. Met een waterleiding staat deze al aangesloten op water. Dus dan hoeven we niet steeds te vullen met water. Oké, okay, slim. Hey, dit is echt cool, man. Mooie beest. Dit vind ik echt vet. Oké, okay, awesome, ouwe. Nou. Ja, en het gaat... Oeh. Ik vind het ook gaaf dat het gewoon blauw vuur is wat onder zo'n cooking pot uitkomt. Oh, lekker. Yeah. Prachtig. Wauw, man. Dit is wel vet. Kijk, okay. Zou ik hem eens aanzetten? Ja, ik kom er met je mee. Vette beest. Dit is echt een vette beest. Oh. Kijk, het vuur eronder wordt blauw. Oeh. En ja, waarschijnlijk gebeurt er... Ook de kleurtjes maak ik gewoon in dit ding. Maar het gaat lekker snel. Hoef ik geen water de hele tijd van buiten te halen. Het staat toch al aangesloten. Oh, deze gasten, jongen. Die hebben veel tijd erin gestopt. Maar dit is ja, sick, zeker. Dit is nu onze main base. Maar er komt ook nog een nieuwe mainbase. Oké, okay, vet ouwe.
Hey, hoe kom ik hieruit? Want ik ben nu echt verdwaald. Oh, daar. Dus niet zo moeilijk. Hierheen. Yeah, man. En dan zijn we weer bij die kleine agents en dat soort dingen. Holy shit, man. Dit is echt sick. Hoe de fuck kom ik hieruit? Oké, hier weer uit. Dit is... En we hebben nog, moet je je voorstellen, we hebben nog twee van deze quetzal. Gelukkig ben ik niet de enige die daarin verdwaald raakt. Nog twee quetzal X, oké. Sick, man. Tof, ouwe. Zeker vet, man. Ja, we hebben al vier quetzals, maar ja. Ja, moet je ook nog al onze rexen zien? Of, want die staan iets verder achterin daar. Ik ga even terug naar de Spino. Ik vind het lullig voor weten dat hij zijn eentje staat. Ja, ik kom ook wel mee. Gezellig. Tering, man. Jullie hebben gewoon kibbel, toch? Ja, we hebben kibbel. Ja. Ik ga zelfs nu nog meer halen. Ja, oké. Okay. Oh, er staan spike walls omheen. Ja, dat heeft Vortex gedaan. Nice, spike walls, dat het veiliger is, toch? Nu kan die in elk geval niet meer geattacked worden. Nou, dat is een stuk veiliger. Shit, man. Dit is echt grappig met deze tribes te lopen, jongens. Ziet het, jongens? Het zijn hele aardige gasten. Nou ja, thanks voor de rondleiding, maar ik ga... Deze PT is ook niet het allerlaagste level. Nee, die is wel goed, hè? Nou, ik zie van jullie zo meteen weer als we de Spino hebben. Ja. Alright. We hebben hem bijna. Ja, en we nog één hapje eten en hij is getemd. En je hoort het al van de ene Sanderboy die hier staat. Hebben hem bijna. Is hij van jullie? Oh, hij is zo ver, jongen. Wie heeft die stomme fakkel hier neergegooid? Wow, niet zo boos doen, partypoeper. Hè? Boef. Hey, wie? Het was een hele stomme fakkel. Dylan. Ja? Oké. Okay. Luister nu eens, jongen, Sander. Die kibbel, is die van ons of is die van jullie? Gemengd. Van iemand hebben we heel veel kibbel gekregen, ik geloof nog van Red Velvet nog iets van 10 gekregen. Hebben we van jullie nog iets van 10 gekregen of zo? Ja, dus, nou ja, goed, we laten gewoon bij. Ja, Mila heeft wat ik wil ook te geven Ik wil ook een 150 Spino gaan themen. Nou, in ieder geval, we hebben nu een hele sterke Spino. We hebben hem bijna, jongens. Je hoort deze mensen heel het babbelen en lekker gezellig praten. Dus ik vlieg er even. Nee, ik blijf lekker in de buurt. Het zijn de gasten die ons geholpen hebben. Zo. Vooral Partypoeper. Ja, Partypoeper ons vooral geholpen vandaag. Ja, nog redelijk. Timo en Sanderboy, die was erbij om een beetje te kloppen. Kutten. Nu zo'n 45 voet, Raf en... Ja, de gasten, jongen. Echt, doe eens even normaal, jongen. En die X-Spino is ook een beetje aan het kutten, een beetje. Maar we hebben hem bijna, Dus bijna hebben we eindelijk onze Spino. En zijn de gasten... Het is eigenlijk een hele groep van de Poodoo, van hun dus. Dat is van die gasten die daar staan. Ik zit ook in een Poodoo-stam, maar ik ben niet zo. Ja, precies. Jongens. Ja. Op die pin. We hebben hem bijna, jongens. Kom op. Kom op. Hij is echt bijna ready. Laatste nog ongeveer 45 voet eraf. Begint te vreten, man. Ongeveer een minuutje, dan hebben we hem. Nog een minuutje, denk je? Ja, sorry. Wie was dat? 1 minuut, dan hebben we hem. Dylan? Nee, ik sloeg hem dit keer niet. Nee. Dan heb je nu... Nu heb je eigen team verneukt, hè. Nu gaat die fucking veel levels naar omlaag. Ja, omdat je oversloeg dat... Nou, dat staat nu ik maar was één het niet. Dus we ik hebben was hebben het niet. Het was Ketel. Het was al Dylan. Het was Ketel. Het was Ketel. Ketel was al tap. Dus het logt er weer in. Nee, dat was het niet eens. Jawel. Nee, ik was het niet. Ja, er is maar één level vanaf gegaan. Dat smaakt niet uit. Gast, ik was het niet. Oké. Hier, ik leg mijn zwart al even weg. Mijn mooie blauwe armor trouwens, jongens. Die we nog niet gezien hebben. Nog 30 voet eraf en hij is getemd. Klopt, jongens. 30 voet eraf, dan hebben we hem. Ja, jongens, we hebben bijna weer een vette app voor jullie waar we deze Spino hebben. Laat me nog even weten wat jullie doen. Dus... Laat me even weten wat jullie graag willen zien in de volgende video's. Want dat is even best wel belangrijk. Wat jullie graag zouden willen... Ik zit vast. Wat jullie graag zouden willen zien in de volgende video's. Want dat is best wel belangrijk namelijk. Want de laatste zijn alleen maar dino's aan het temmen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor jullie. Jullie vinden het heel leuk om te zien hoe dino's stemmen. Hoe wij dino's stemmen. Maar ja, we willen ook natuurlijk een keertje wat anders doen. Dus dat is even iets wat besproken moet worden. Want raiden zomaar, dat doen we niet natuurlijk in deze server. Tenzij ze ons iets aandoen. Dat is de enige reden wanneer wij mensen gaan raiden. We gaan binnenkort wel een strandhuisje maken. Misschien morgen al. Dus dan gaan we een strandhuis maken. Voor onze waterdino's die we willen hebben. Holy fuck. Met bier. Ja. Sander. Kom op, weet je, we hebben het er net over gehad, dus hun gran is ook mooi helpen, dat komt goed uit. Precies, deze crew, deze tribe is vet chill, de Poodoo's, die willen ons heel graag helpen, dus dat is heel fijn. Ga je er anders even af, of niet?
En we wouden die Tim wouden we even aanpakken, maar Tim die is helaas verbannen van de server. Nog ja, die kon je zien aankomen. Hè? Huh? Die kon je zien aankomen op Twitter, want toch? Ja, zeker weten. Zeker. Nog 10 food, jongens. Nog 10 te gaan, dan hebben we hem. Hoe lang nog? 10 food. Oh, dat is wel echt een big ass ding, hoor. Jezus. Okay, ja. Nog 5 food, dus ik hou mijn mond. 5 food, 5 food. Ik ben al de hele tijd aan het opnemen, hoor. Dus maakt niet uit. Oké. Man. Kom op. Kom op! Kom op! Ja! Ja! En! Ja! Yeah. Shit! We hebben een motherfucking Spinosaurus, jongen! Wat een vet ding. Oké, wie wil hem noemen? Ik niet. Ik wil hem noemen. Pak die kibbel eruit! Pak de kibbel eruit! Voordat dit Job eet, pak de kibbel eruit! Jason, nee. Hoe ga ik hem noemen? Hoe ga ik hem noemen? Excellent! Dat is een vette naam. Dylan, deze Spino kan trouwens heel goed zwemmen door water. Man, mag ik op hem zitten? Oceanen en zo. Ja, ga maar lekker zitten. Ja! Ik wil op Rory! Ik daar ook de vinnen en hij is ook best wel snel. Alleen, Tip, ga niet te diep met hem. Oké. Dat zeggen alle vrouwtjes tegen mij. Hé, ga ze willen. Bro, is de. Rechtermuis komt, rechtermuis komt. Rechtermuis op? Ja. Doet niks. Maar wel. Nee, dat is alleen met Rex. Lekker Dylan. Doe zijn linkermuis knop. Nee. Wow, laten we maar naar de base parkeren dan, of niet? Sander, ga af dat kut. Moet je eraf? We hebben zo weggeplukt. Nou oké, we gaan lopen met dit ding, jongens. Zijn we er klaar voor? Yeah! Hebben jullie de twee Tera's? Yep. Ja. Oh man, dit ding is best wel cool. Zal ik door het water gaan ermee? Ja, we gaan door het water ermee. Hij is pittig snel ook. Het lijkt alsof hij heel slow is. Ja, dat hij zo groot is. Als het langzaam beweegt, de animatie is langzaam. Oké, ik ga iets vechten. Sowieso! Kom hier! Ja! Ik ga daar ook even de base kijken wat de stats die heeft. Die first person is zo vet, jongen! Als die fucking hij heeft weinig damage. Hij doet er zo lang over om een raptortje te killen. Level 114, hè? Ja, maar toch. Het is maar een raptor. Dit is weer echt een sick beest, jongen. First person, dat ding is zo cool, jongen. Holy fuck. Wow, yo, dit is echt gaaf. Duwt al die bomen op. Oké, hij is moe. Even parkeren, jongens. Hij is moe. Even een pauzetje. Holy shit, ouwe. Dit beest is kapot groot. Zijn jij dat, ketel? Hij is kapot groot. You wanna fucking go? Dat is ook weer een leveltje omhoog. Doe eens F, hè? Ja, F. Oké, wat moeten we doen? Damage, sowieso. Damage. Ja, damage. Wat is de damage nu dan? Die damage, 205. Ja, die gaan we sowieso boven 300. 208 nu. Oké, nou, waar gaan we? Tadadadan. Oh god, dit ding is wel cool. Is er wel ruimte in de base voor het ding? Ja. Past wel. Oh, want dat heb je nog niet laten zien in de video, maar de base is een stuk groter. Oké, ja, de base is blijkbaar een stuk groter dan Timo. En de volgende episode gaan we namelijk zorgen dat we ook een... En hoe heet het? Wow, one shot. Zo, even al die alles aan de kant. Heel goed. Dat we zorgen dat we dat we een strandhuisje hebben. Dat wil ik gaan doen. Want we kunnen namelijk waterdinosaurussen vangen. Zoals een Sarco en een Megalodon. Zoals die haai en dat soort shit, weet je wel. Dolfijntjes. Dolfijn. Piranha's. Wat zit je nou weer in de weg? Ja, precies. Gezellig. Eigen vissen kon maken. Oh, het lijkt bij mij een klein beetje. Maar dat is niet erg. Daar gaan we, jongens. Hij is weer moe. Pitstop. Ja, het zadel is ook fucking groot. Het ziet er ook vet uit hoe die eromheen zit, hoor, het zadel. Ja, echt om zijn fin heen. Nou, daar gaan we weer. We gaan weer door. Je zou zo'n zadel moeten zien van zo'n plesiosaurus. Dat is zo'n fucking grote... Zo'n fucking grote... beest. Fucking grote dino, denk ik. Huh? Ja, in het water in ieder geval. Oh, die, zo'n Loch Ness monster, zeg maar. Ja, die bedoel ik. Juist. Ja, ik weet niet, we moeten dus een paar waterdino's vangen, man. Want we hebben nu alleen nog maar land. En dan moeten we dus inderdaad wat waterdinosaurusjes gaan vangen. Oh, we zijn bijna bij de beest, jongen. Maar hij is wel weer moe. Holy shit. Blokkeer ons niet. Rrrr, dat had dat. Ja, even wat dino's aan de kant zetten, als kan je niet eens door. Oké, jongens, daar gaat-ie. Wow, yo, je wordt echt stamp. What's up, babies? What up? Oh, we hebben een Spino, jongens. Kleur hem maar daarachter neer, een nieuw stuk. Links naar achteren. Yo, past die hier wel doorheen? Nee, dus. Ja. Nee. Jawel. Nee, past die niet doorheen?
Oh, duwen! Nee, hier niet. Heb je de andere kant geprobeerd? Oh, daar! Ja. Maar dat is die grote steen. Oké, daar gaan we. Oh, ik zet hem denk ik erin. In de spanner. Ja! Hallo. Nee! Hij is dus te dik! Dat is zo zuur. Nou, dan parkeer hem hier wel. Ik vind er wel wat op. Komt goed. Timo! Komt goed. Zet maar hier neer. Ik verzin er wat op. Oké, nou zet ik hem gewoon lekker hier neer. Mooi. Nou, maak helemaal wat van, Timo. In ieder geval, mensen. We hebben dus eindelijk een hele vette dino gevangen. Een Spino. Ja, hij is fucking huge, ouwe. Holy shit. Echt, wat een gave dino. Echt. Was die groter dan T-Rex, of niet? Ja, weet ik niet. In ieder geval, het is hartstikke gaaf. Mensen, als je het een leuke video vond, doe lekker een blauw duimpje omhoog achter. Als je het leuk vond, zie ik je graag in de volgende ARK video. Dank voor alle steun tot nu toe. En we zien je graag in de volgende. Later was het ziens. En natuurlijk, peace.